In Biet reizig je ik viskind traf Friesloorn. Ik tref bekende Friesen om te jaren te visken en we hebben om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op paard met Charles Groenhuis, Oud-Amerika-correspondent en tegenwoordig presentator van Op 1. Hier nemen we mij naar de jouwer van zijn jeugd. Wie ontdekken zijn plattelandse roots? Is dat niet te geloven? En hebben Biet onder de tolhuisbrug. Dat is een grote. Wow, zo'n grote week zie je nooit gevangen hoor. Looked like 100 guns held on me, hunkered by the shed, a Detroit general in company. Ik ben onderwijs naar de jouwer van een bijzonder treffen mij op één en omroep Max presentator Sharon Groenhuizen. Wie haar opraat in het centrum, waar hij binnen is. Wie zullen de visje jonk in de tolhuis brengen? Een plak waar Sharon goeie ontdekkers aan had. Ja, goeie. Ah, oh, daar ben je weer. Goeie. Ja, helemaal goed. Tamme. Je hebt Engels meegenomen. Ik had een Engels mooi. Is het lang geleden dat je best bent? Nou, ik ben hier nog wel eens geweest, maar dat ik hier op mijn oude visplekje, hier precies, hier bij het terrasje, en daar is volgens mij ook een mooi plekje, dat is wel heel lang geleden. Toen ik hier zat te vissen, ja, dat was een jaar of 8, 9, ja, dat is 60 jaar geleden. Een mooi stekje, hè, hier zo. Ja, dat is prachtig. Historische grond. 55 jaar later en dan zijn we weer. Across this flooded county line. When I get home, we'll have a grand old time. Charles en ik meiden ons viskar kleer om op beers en wietvis te gaan visken. Als ik me goed herinner, visten wij vroeger of met van die hele kleine bolletjes witbrood. Die je dan zo tussen je vingers een bolletje maakt. Of met wormen. Die thuis in de tuin met zo'n schop en dan kwamen die wormen omhoog. Maar we gaan nu malen weer doen, hè? En wat het mooiste is, wat er het meest beweegt, ja, dat tussen die twee puntjes in. Oh, oké. Okay. Dan valt er het meest op onder water. Prikken we hem op het hekje. Ian is genoeg. Oké, okay. Jij weet het zeker? Ja. Als je er nou twee doet, dan denk je die vis. Twee? Nee, zullen we het maar doen? Nou ja, ik weet het niet. Misschien vangen we dan wel een grutter. Jij snapt vis. Misschien vangen we dan wel een grutter. Als ik moest kiezen tussen een haakje met één of met twee malen, ging ik naar het haakje met twee. Dat is waar, ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als tussen één snackje of twee. En wiels wie zwaar in huis kwarkjes, gingen we weer om naar de jouwerse jeugd van Charles. De jaren 50 en 60, toen leefde het jaren, is hier opgegroeid. Hoe wie het hier vroeger? Het was vooral een dorp wat beheerst werd door Douwe Egberts. En ja, het was ook in hoge mate een katholiek dorp. En ja. Voor mij al helemaal, we waren katholiek. Douwe Egberts was een katholiek familiebedrijf. Joude is een van de dorpen in Friesland die in ieder geval in die tijd naar verhouding heel katholiek was. En niet protestants, zoals het grootste deel van de provincie natuurlijk. En wat wie daar eraf wat warm? Ja, omdat iedereen je weer katholiek, iedereen weer heel jouwig. Ja. Wie dat? Ik zat op een katholieke school. Ik had katholieke muziekles, een katholieke gym, katholieke volleybal, katholieke padvinderij. Echt alles deed je met katholieken. Dus het was ja, de oude verzuiling. Je kunt ook tegenwoordig zou zeggen een soort katholieke bubbel. En dat is wat ik ben misdienaar geweest in de Matthäuskerk hier. En acolyet. En vele jaren lang. Dus dat kringetje. Ja, katholiek, katholiek, katholiek. Tot en met de Frieske Famkes. En dan zei ze, het krijgt al, hè? Douwe Egberts. Ja, de jouwer is, Douwe ja. Egberts en Oorzaan. Wat betjutte dat van Jim gezin vroeger? Nou, ja, mijn vader heeft zijn hele leven daar gewerkt. Dus ik heb nooit anders geweten toen ik geboren werd. Werkte hij bij Douwe Egberts en toen hij doodging was hij net met pensioen gegaan. Bij Douwe Egberts, zijn hele arbeidszame leven heeft hij dat gedaan. Dus voor ons was het, ja, bijvoorbeeld, waar ik me ook nog zo in. Wij rookten er allemaal nog, hè? En je kreeg van Douwe Egberts de punten. Het waren een soort personeelspunten. En dan kreeg elke werknemer, elke week of elke twee weken, kon je een bepaalde hoeveelheid Douwe Egberts producten bestellen. Dus uiteraard thee en koffie. En tabak. En dat was ook totaal normaal dat je werkgever zei van hier kun je ook je kinderen een beetje lekker laten roken. Ja, ik ga er eigenlijk in. Dit is een grote. Dit is een grote. Wow. Zo, een dikke brazen. Ja? Dit is een mooie grote. Ja. Zijn krijgt, hè? Van ja. De grote feest zit je rijk. Ja, je kunt zien dat jij ervaring hebt, want ik heb voorlopig alleen een made aan mijn hengel. Een ridder. Ja, dus er spreekt er zeker ervaring uit. Dat kun je zien. Dat doe ik je niet na. Zo'n grote heb ik ze hier nooit gevangen, hoor. Maar dit is wel gebruikelijk, dat je dit hier vangt, zeg maar. Ik hier het eigenlijk net verwachten. Ja, oké. Okay.
Maar ja, ze zitten er. Ze zitten op de Grote Maren. Op de Grote Vrieske Maren. Dus ja, ze kunnen hier rekken. Dus. Ja. Nou, dan gaan we even omzetten. Je moet er een bil lezen. Kijk zoals het eruit helje. En dan gaat het maar zwaar. Dat wordt. Wie hel je de angels even in om naar een bijzonder plak uit de jeugd van Charles te varen? En wie als wie de jouwe ruit varen, komen de ondertingers bij Bobben. Nou, hier woonde de familie Deen. En hier lagen altijd schepen. En prachtige zeiljachten, motorjachten. Die waren van de familie de Jong, de eigenaren van het familiebedrijf Douwe Egberts. Ik was bevriend met de zoon van een van die directeuren. Dus wij gingen vaak met die boten varen hier vandaan. En je ziet het ook, het ligt ook pal naast Douwe Egberts. Het is prachtig. We varen naar het Warpke Broek, die rijk jonken de Jouwer. Hier werken de jonge Charles, zuwe 60 jaar als help op de borkerij van de familie Terpstra. De borkerij is net meer in bedrijf en de omjouwing is onder wielen echt vol slijm verroren. Een Nijbouwweek, het is hier een mooi wat pleetje, maar... Ja. Ja, daar ben we. Ja, dit was vroeger weiland en dit is de boerderij van de familie Terpstra. Ik herinner me nog heel goed dat ik waarschijnlijk als jochie van 8 of 9... in de vakantie hier ging meehelpen. Koeien voeren, in dit stuk gingen we melken. Maar ook bijvoorbeeld, weet je goed, met koeien in een praam. 30, 40 van die koeien in die praam. En dan naar een stuk weiland, een heel eind verderop. En dat moest allemaal over het water natuurlijk. Machtig. Ik heb daar, ja, op een of andere manier heeft dat ontzettend indruk op mij gemaakt. Als je hier op zo'n boerderij werkt zo'n zomer als jochie, ja, dat is wel... De ultieme Friesland-ervaring. Dat wordt wel heel mooi, ja. Friezer dan dit wordt het niet. Het is ook heel erg mijn jeugd. Het doet me ook, ik denk ook heel erg aan mijn vader en mijn moeder, die er niet meer zijn. Dat gum je niet uit. Nee. En als je hier rondloopt, dan realiseer je ook dat je het nooit uitgunt. Laten we binnen zien. Ja. En geen actieve boerderij dus meer. Dus wat ik wel mis... Als je hier zo deze deur opentrekt, de loeiende koeien. Ja, dat is de kei die aan het loeien ja, is. Nee, ja, nee, dat is niet meer. Maar voor de rest is er... Weinig vrouwen? Nee. Dus ja, er staat nu allemaal spullen. Oh, de geur ging het er nog. Ja, ja. Wat trekt het je? Nou ja... Ik wil net zeggen dat het er oud uitje is. Maar volgens mij is dit een heel oud trekkertje. 1961. En ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik reed trekker met hooien enzovoort. Dus het zou zomaar kunnen dat ik... Dus de kans is heel groot dat je als liefste jongen nog opriep. Ja, het is toch niet te geloven. Een boerenlim, dat zie je natuurlijk net bij je met familie. Hij het werken voor Douwe Egberts. Ja. Maar toch lust het die. Ja, nou ja, dat is ook weer niet... Het klopt wel, omdat ik heb toen ik ook op een middelbare school zat... weliswaar op mijn gymnasium, maar heb ik heel lang overwogen om veearts te worden. En ik had toen het idee van ik wil op het platteland van Canada of Australië... wil ik veearts worden. Op een of andere manier zat dat in mijn hoofd. En wat er nou eerst was, dat ik hier rondliep en toen dacht van... hé, wat leuk. Of omgekeerd, dat weet ik niet meer precies. Maar het zat in dat jonge hoofd hier, dat ik zoiets wel heel graag wilde. Ik had de oud-boer Terpstra Reefoen om de oldtimer trekker uit de squarre te helpen... om Charles nog één keer dat gevoel van jeder belibje te laten. Ik kan je niet meer vaststellen, dat zit je vroeger mijn dingen. Ja. Als dan de grote trekkers van Oostjust, hè? Ja, hop. Kjalling Terpstra zegt van, er zit ook een motor in en die gaat gewoon niet kapot. Dit is toch niet te geloven? 643? Ja, dit is een soort jeugddroom. Ik heb sinds, denk ik, waarschijnlijk mijn tiende niet meer op een trekker gezeten. En op deze, ja, voor mij toch historische plek. Ik had het niet verzonnen dat ik hier nog eens bij boer Terpstra op een trekker uit 1961 zou zitten. Die litten de pleet van Terpstra en Broek achter ons en varen we weer om naar het centrum van de Jouwer om verder te visken. De liefste Charles, hè? Fietske Jessa met hengeltje achter op schouder, Of de polstok. Of de pols, ook nog. Ja, wat denk je? Tegen de tijd dat het voorjaar aankwam, gingen wij alvast bij ons in de buurt gingen we polstok springen.
Waarbij ik me nog heel goed kan herinneren, je had een aantal technieken. Eén met, dan met de benen aan beide kanten van de polstok. En één met die polstok in het midden. En die noemden wij de lullenbrek. Ken je dat? Ja. Ja, de lullenbrek. En elk jaar Arjen-ziekje met diezelfde jongens met wie ik ook ging vissen. Eende-eieren, kievitseieren, grutto-eieren. Je kunt het jongetje uit Friesland halen, maar je kunt het Friesland niet uit het jongetje halen. En dat is echt waar. Het waar? Om maar te zeggen. Ja. Wat hebben we nou weer? Wat is dit? Dit is een beerske. Oh ja, oké. Okay. Dit is een echte rover. Ik vind altijd een prachtig visje, hè? Zo'n zwart herkenbaar vlekje achter in de vin. Oh, oké. Okay. Strepen, rode vinnetjes. Nou, de gitter weg. Ja, zo hoort het ook. Zo. Hij gaat de vrijheid weer in. Hartstikke mooi. Mooie dag. Dankjewel, hè. Tegen. Nije wieken in Biet. Emiel Stoffers. Hier neemt me mee naar zijn westergeest. Goeie.